Miljuschka gaat nogmaals uit de kleren voor eerlijke foto. Miljuschka Wietsenhausen deelt een intiem kiekje met haar volgers en hoopt met deze eerlijke foto een taboe te kunnen doorbreken. Op Instagram plaatst de presentatrice een blote foto van haarzelf. Ze schrijft, het is mooi weer, mijn vakantie breekt aan, quarantainekilo's zijn er bij iedereen. Mijn inbox ontploft over welke bikinis goed werken voor mijn lichaam. Onzekerheid is weer voelbaar in de lucht omdat velen weer vrezen om straks in een bikini rond te lopen. Dus het leek me wel weer een goed moment voor een hashtag eerlijke foto. Met deze foto hoopt Miljuschka dat ze het taboe rondom het perfect lichaam op sociale media kan doorbreken. Het overgrote beeld wat we voorgeschoteld krijgen op Insta is namelijk niet haalbaar voor velen, ook niet voor mij. Omdat je genetisch een ander lijf hebt, omdat je ervoor kiest om te genieten IPV constant op te letten en te lijnen. Omdat je geen 16 meer bent, omdat je het leven leeft naar jouw inzicht en maatstaaf. Maar samen kunnen we deze balans veranderen, wees trots op jezelf. Maak foto's op het strand dit jaar, verschuil je niet achter een tas, doek of maak alleen een foto van de kinderen. Herinneringen leven langer als je het vastlegt, als je dus niet op de foto staat, was je er op de lange termijn gevoelsmatig niet bij. Ze spoort fans aan om ook eerlijke foto's te maken, ik zou het echt te gek vinden als we weer samen een stroom van hashtag eerlijke foto kunnen creëren. Zodat die foto's het normale beeld wordt voor jou, mij, onze kids, partners etc. Geniet van je lijf, elkaar en het leven, zeker in deze tijd realiseren we des te meer hoe belangrijk de normale kleine dingen in het leven zijn. Hoe zonde het is om je tijd te verdoen aan zelfhaat, jezelf af te zonderen vanwege onzekerheid en crashdiëten. Ze geeft ook toe dat haar foto's niet altijd realistisch zijn. Ik weet dat mijn foto's op Insta ook vaak verre van reëel zijn. Niet vanwege Photoshop, want daar ben ik op tegen, filter nog tot daaraan toe. Maar vanwege het feit dat ik met een team werk, maar wees bewust. Er is een heel leger voor nodig om me zo op de foto te krijgen. Make-up, styling en fotograaf, dit is mijn duit in het zakje van de hashtag eerlijke foto Love Yourself, eindigt de presentatrice haar post.